Ja, ik zie er op dit moment even niet uit, maar ik ben echt wel benieuwd. Zo, gadverdamme, het zit helemaal in mijn mond. Dus ik vind het dan ook bijzonder jammer als we ja, dit jaar dan niet zelf groot... Hallo, superleuk dat jullie kijken naar weer een gloednieuwe vlog op mijn kanaal, Mitty. Jongens, dames en heren. Ja, ik ga even heel stom beginnen. Ik moet dus allereerst even me gaan scheren, want dit kan natuurlijk niet. Dus we gaan eerst even scheren. Zo, hoppatee. Scheren is natuurlijk altijd het pijnste werk wat je kan hebben. Want het is gewoon super kut om te scheren. Maar ja, weet je, het hoort er allemaal bij. Dus we gaan maar eens eventjes scheren. Ik zie je zo weer. Eventjes. Ja, ik zie er op dit moment even niet uit. Maar ik ben echt wel benieuwd. Zo, gadverdamme, het zit helemaal in mijn mond. Vinden jullie het allemaal ook zo? Voor degene die zich moeten scheren. Kan de vrouw moet natuurlijk niet scheren. Maar vinden jullie het ook zo irritant om te scheren? Oh, jeetje, hallo. Jeetje, ik lijk wel een kerstman, joh. Oh, ik moet wel even gauw eraf gaan halen, want het begint te branden. Auw! Maar ik vind scheren echt een kutwerk. Oprecht. Ik weet niet of er meerdere mensen zijn die dit moeten doen, maar dit is gewoon heel rot werk. Maar goed, ik moet nu echt even verder, want het begint te branden. Dus zie jullie alweer. A few minutes later. Zo, ook weer gefixt. Ik weet niet, aan een van de manieren heb ik er gewoon echt een hekel aan om te scheren. Het doet ook gewoon zo'n pijn, of het brandt tenminste enorm. Oh, heel vervelend. Maar goed, ik ben ook wel trouwens wel benieuwd wat jullie vinden van mijn nieuwe intro. Zoals jullie weten had ik laatst al een keer gezegd dat ik een fotoshoot ging maken. En dat jullie binnenkort op mijn kanaal zouden zien waarvoor het was. Nou, inmiddels heb ik inderdaad dus een nieuwe intro. En ik heb een nieuwe banner, dus ik ben heel benieuwd wat jullie van mijn intro en van mijn banner vinden. Dus laat het zeker even weten. Ja, dat. En nou moet ik ook eerlijk zeggen dat ik best een beetje gespannen ben. En dan weet je wat het is? Er is op dit moment zo natuurlijk dat, zoals jullie allemaal wel weten, is er de laatste tijd heel veel discussie gaande en zo in het nieuws over dat er een eventueel vuurwerkverbod gaat komen. En jullie weten dat ik ontzettend veel van vuurwerk hou. Ik ga er ook altijd echt gewoon prima mee om. En het is wat mij betreft ook gewoon altijd het illegale spul wat gewoon zorgt dat in Nederland alles verboden wordt zowat. Wat ik nog steeds niet kan begrijpen is dat er nog steeds niks gedaan wordt aan het illegale vuur. Het is goed dat ze wat doen aan het vuur hoor, om te zorgen dat de ongevallen minder worden en zo. Dat is allemaal echt allemaal hartstikke goed. Alleen het feit dat ze dat gewoon alles compleet verbieden zeg maar qua vuurwerk. Daar kan ik me niet zo goed bij vinden. Op een of andere manier, weet je, zoals jullie me ook in de vlogs hebben kunnen zien, ik ben altijd goed omgegaan met vuurwerk. Dus ik vind het dan ook bijzonder jammer als we dit jaar dan niet zelf groot luchtvuurwerk mogen afsteken. Want dat is toch echt het liefste wat ik doe op oudjaarsavond. Gewoon echt luchtvuurwerk afsteken. Maar goed, voor nadelen zijn ook altijd weer voordelen. En ik had het al een klein beetje kunnen aanzien komen toen ze erover begonnen. Dus natuurlijk heb ik wel wat geregeld, zoals jullie weten. Maar dat houd ik nog eventjes geheim. Want mocht het geval zijn dat het niet verboden wordt. Ja, wat gaat waarschijnlijk wel gebeuren. Maar mocht het geval zijn dat er toch geen verbod komt. Dan is het niet nodig. Maar waarschijnlijk wordt het wel verboden. Dus waarschijnlijk zal het wel nodig zijn. Maar er gaat in ieder geval wel wat komen dit jaar met auto nieuw. We gaan sowieso 2021. Of 2020 gaan we sowieso knallend verlaten. En 2021 gaan we sowieso knallend inluiden. Vooral een nieuw gezond jaar. Als er een verbod komen, dan alsnog gaan we er een knallend oudejaarsavond van maken. Want dat vind ik wel, met oud en nieuw moet je echt proberen zoveel mogelijk het rottige oudejaar achter je te laten. En dan vooral het nieuwe gezonde jaar in te gaan. Dus dat gaan we sowieso doen, sowieso. Of er nou een verbod komt of niet. Volgens mij is het niet op categorie vuur 1, wat ik dacht dat ik weet. Dus daar kunnen we ook nog wel iets mee doen. Mocht het geval zijn dat het echt inderdaad verboden gaat worden. Het grote vuurwerk dan. Wat ik natuurlijk ontzettend jammer zou vinden. Want dat zou gewoon zo onlogisch zijn. Ik denk persoonlijk ook dat er gewoon meer vuurwerkgevallen gaan komen als het verboden wordt. Want mensen gaan natuurlijk juist daardoor meer illegaal vuurwerk halen. Omdat ze weten van, we moeten toch ergens vuurwerk vandaan halen. We laten ons dit niet afpakken. Maar goed, weet je, ik ga me daar verder ook niet meer in mengen. In de vuurwerk. Ik meng me sowieso niet in discussies. Weet je, ik laat het gewoon voor wat het is. Want iedereen heeft overal wel altijd wel een mening op, maar ja, wat ik juist probeer is om daar buiten te blijven en gewoon lekker niet
en dat soort dingen mee te doen. Ik blijf natuurlijk altijd positief, alleen, ja, weet je, vuurwerk is gewoon iets wat ik ontzettend leuk heb gevonden, vanaf kind zijn al. Dat is morgens vroeg, ik weet wel, dat ik om 10 uur in de ochtend dan opstond, met een tas vol rotjes al, en dan zaten we lekker buiten te knallen, een beetje van die heksenkringetjes maken en zo. En dat is dus nu allemaal niet meer, al rotjes en zo mogen niet meer. Kocht ik sowieso niet zoveel meer, want rotjes is maar een klein knalletje en klaar. Dus ik vond het de laatste jaren sowieso vond ik al sierwerk veel mooi. Dus ik ben sowieso meer sierwerk gaan halen. Dus ik hoop als het dit jaar niet kan, dat het volgend jaar wel weer kan. Dan kan ik voor dit jaar nog wel wat bedenken. Dus nou, weet je, we doen er gewoon aan. We maken het gewoon alsnog super gezellig. Komt er een groot vuurwerkverbod voor de luchtvuurwerk, dan is dat zo. Komt hij er niet, dan gaan jullie waarschijnlijk wel weer. Dan ga ik waarschijnlijk dit jaar wel weer vuurwerk afsteken. Sowieso wel, want hè, volgens mij mag categorie vuurwerk 1, dat is voor kinderen, dat is wat ik laatst ook afstart. Volgens mij mag dat wel. Dus als ik daar misschien nog wat fonteintjes of zo mee kan halen. En nog een ander soort groot knal, iets wat er gaat komen, dan komt oud en nieuw dit jaar ook wel goed op een bijzondere manier. Misschien was dat ook wel de reden dat er dit jaar bij de Intratuin, waar ik met de kerst natuurlijk was, misschien was dat ook wel de reden dat er, toen, daarom, dat er daardoor ook geen vuurwerk was, omdat er waarschijnlijk een verbod zou komen. Nee, was het toen al bekend? Volgens mij niet. Maar goed, hoe dan ook, volgens mij ben ik alweer, ik ben al 5 minuten aan het filmen. Hoe dan ook, het zal ontzettend jammer zijn als er een vuurwerkverbod komt. Dat is gewoon mijn conclusie uit alles. Dan, ja, dan is het wel een beetje verpest voor de mensen die juist wel goed mee omgaan. En nogmaals, ik zeg niet dat er mensen zijn die altijd goed mee omgaan, maar voor mensen zoals ik, die er gewoon wel keurig mee omgaan, is het gewoon ontzettend jammer als ze het gaan verbieden dit jaar met oud en nieuw. Ook al gaan we wel alsnog een knallend feest van maken. Ja, dat zal gewoon jammer zijn. Weet je, ik zou het gewoon ontzettend jammer vinden, ontzettend balen, want ik ben gewoon echt gek van vuurwerkjes. Ja, toen ik het hoorde dat ze het misschien wilden gaan verbieden, was ik ook echt wel een beetje, ik denk van, hè, verdomme. Moet ons, dit is niet echt, gewoon totaal niet het jaar. Gewoon niet, 2020 is gewoon niet het jaar. Gewoon voor iedereen niet. Gewoon, het is gewoon een rotjaar en dat jaar moet je gewoon achter je laten, goud weglaten. Het is gewoon een heel vervelend jaar dit. Maar goed, om even positief te blijven, dames en heren, heb ik nog wel wat leuks. Want zoals jullie weten heb ik ook een bestuurbare auto. Daar zo. En ik dacht, misschien is het wel leuk, want Elmo die gaat helemaal gek reageren op die auto. Dat hij iets met die auto gaan doen. Elmo, gewoon kijken we naar zijn reactie, weet je. En ik had jullie beloofd dat we dat we pepernoten zouden gaan bakken. Dat gaan we niet in deze vlog doen, maar dat gaan we in de volgende vlog doen. Dus dat houden we nog te goed. Ja, dat dus. Nou, ik ga eerst eventjes de kattenbak verschonen. En dan daarna kom ik bij jullie terug en dan gaan we Elmo even de grazen nemen. Ik zie jullie zo weer. Holy shit. Ik wil net even serieus die zak weggooien van Elmo. En ik zie een dikke spin, jongen. Oké, laat maar. Wat ben je nou maar aan het doen, vriend? Hou er eens een keer mee op, joh. Okay, nou, ik heb inmiddels de cameraatje aangezet, zoals jullie kunnen zien. Ik zal nog heel eventjes de ding aanzetten. Kijk, knopje aan. 1, 2, 3. Hoppatee. Zo. En dan hoop ik dat Elmo erachteraan gaat rennen, want Elmo zit hier zo te wachten. Hallo. Oké, ben je klaar voor? Daar gaan we. 3, 2, 1. Ik weet niet of hij komt hoor. Pak hem Elmo, pak hem dan. Pak hem dan. Ik weet niet of hij überhaupt of er wat interesseert, maar. Pak hem dan. Volgens mij interesseert het hem niet echt. Ja, ik lijk nu gewoon dichter bijna Elmo. Ga. Die kop. Ik ga je pakken, Elmo. 3, 2. 1. Die kop. Meen je dit nou? Is mijn batterij net leeg? Nou, kom op. Nee. Oké.
Oké, kom maar terug naar mij toe, jongens. Kom maar naar mij toe. Kom maar. Nog één keer. Oké, dit ging niet helemaal zoals ik had gehoopt. Batterij is namelijk leeg van mijn auto, dus daar heb je niet zoveel aan. Next time better. Zo mensen, ik zit ondertussen achter de computer even wat werk te verrichten. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb een beetje een inkakkertje. Ik val steeds in slaap, ja. Niet heel handig. Maar goed, ik ben er nog. En waarom ik je nog eventjes meeneem, is omdat ik straks, als het goed is, leuk nieuws te horen krijg. Zo, nou inmiddels heb ik mijn pepernotenmix weer klaar liggen. Dus in de volgende vlog gaan we lekker pepernoten bakken. Heb ik super veel zin in. Gewoon eigenlijk weer een keertje gewoon mijn eigen pepernoten. Ik heb natuurlijk heel veel pepernoten gewoon kant en klaar. Maar gewoon een keer pepernoten zelf maken is misschien wel super lekker. Dus dat ga je allemaal in de volgende vlog zien. Dus super tof. Oké, jongens. Het is inmiddels zover. Ik heb een videoboodschap gekregen. Met daarin het antwoord. Of mijn zus dus een jongen krijgt. Of een meisje. Daar gaan we. Ja, precies. Ja, dames en heren, dit was ook weer de vlog. En bij deze dank jullie ook alweer voor het kijken. Hopelijk heb je genoten van deze vlog. Vergeet zeker het abonneren op je mocht doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Hier ben je het niet gedaan. Check jullie heel graag aanstaande woensdag weer bij een gloednieuwe vlog. En dan gaan we pepernoten bakken. Dus super tof. Bedankt voor het kijken nogmaals. Vergeet het abonneren op je mocht doen. En ik zie jullie aanstaande woensdag om 5 uur bij een gloednieuwe vlog op mijn kanaal. Mitty! En dan zeg ik zoals altijd. En ook vandaag. Peace!